Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik weer eens iets nieuws. Ik ga deze video Counter-Strike spelen. Het is een spel dat ik niet zo lang geleden heb gekocht. Maar ik vind het een heel leuk spel. Ik ben er niet echt heel goed in, zoals je ziet. Mijn kill-death ratio is 0,6. Het staat op Nederlands, ik weet het, het zuigt. Maar ik heb geen flauw idee waar ik dat kan aanpassen. Dus, en ik ben ook te lui om het uit te zoeken en om te veranderen. Daar, hier zijn mijn stats. Doe ermee wat je wilt. En ik ga eventjes een game zoeken die je kunt joinen. En dan ben ik weer terug als ik een game heb gevonden. Dus dan ben ik zo weer terug. Oké, hier ben ik dan. We gaan een potje Mirage spelen. Voor de eerste ronde. Ja, ik had denk ik nog niet echt duidelijk uitgelegd volgens mij wat Counter-Strike is. Wat Counter-Strike is, voor de mensen die het niet kennen. Het is een first-person shooter, dus... je hebt twee teams en die gaan eigenlijk een beetje tegen elkaar schieten. En dan wie het meeste kills maakt en dat soort dingen. Ik pak wat wapens. Dit vind ik wel chill wapens. En die Zeus, het is niet heel chill wapen, maar hij is altijd handig om erbij te hebben. Oh, ik heb gewoon al een kill gemaakt. Kijk, en dan ga ik dood. Zoals ik al zei, ik ben er niet echt goed in, maar ik vind het op zich wel leuk om te spelen. Dus geniet lopen haat van, ja, je bent echt super slecht, want dat weet ik zelf ook. En ik weer dood. Ik weet niet of het geluid erg hard staat voor jullie. Ik hoop het niet, maar... Als het hard staat, laat me het even weten, dan ga ik er wat aan doen. Je hebt ook nog andere game modes. Dit is gewoon deathmatch. Dit is gewoon een beetje op elkaar losschieten. Maar je hebt ook nog dingen. Heb je twee teams. De terrorists en de counter-terrorists. En de terrorists moeten de bom planten. En de counter-terrorists moeten dat voorkomen. Dat is ook best leuk om te doen. Maar dan kan je casual of competitive. Competitive dat is iets hoger niveau en alles. En die potjes duren ook echt een stuk langer. Dus dat zijn echt potjes die kunnen anderhalf uur duren. Dus daar ga ik denk ik niet echt video's van maken. Of ik moet even kijken hoe ik dat precies ga doen. Nou, zoals je ziet ga ik hartstikke slecht. Ik heb 1 kill en 6 deaths. Dus dat gaat lekker. Je krijgt ook punten om als je kip vermoordt. Maar dat kan ik ook doen. Maar je hebt ook nog andere game modes zoals Arms Race. Dan iedere keer als je iemand killt dan krijg je een ander wapen. Het zijn best wel veel leuke game modes, maar... Als jullie het spel kennen, laat me even weten welke game modes jullie willen zien. En dan kan ik die misschien een keertje spelen. En als jullie nog tips voor me hebben hoe ik beter kan spelen, laat me ook eventjes weten. Yay, weer een kill. Oké, die had ik niet verwacht. Dit is over het algemeen wel een redelijk gebied om wat kills te maken. Als je niet zelf gekild wordt natuurlijk. Oh, nice. Oké. Ja, wat je eigenlijk in deze game moet vooral aan doen is een beetje rondjes lopen. In de hoop dat je andere mensen tegenkomt. En nou, ik heb nu dus ook een pistool. En daar kan je ook mensen mee killen. Je hebt allerlei verschillende wapens zoals je net zagen. Ik zal zo meteen nog wat andere wapens laten zien. Nou, nu heb ik iemand gekild met het pistool. En dat is die ik net in mijn hand had, dat was de Zeus. Dat is een taser. En als je er iemand mee raakt, dan is die wel in één keer dood. Maar dat ding heeft een heel kleine range. En naast dat hij heel klein range hebt, is het ook hij heeft maar één kogel en is die leeg. Maar hij is ook heel goedkoop, dus. En dit ding, dat wordt echt gezien als zo'n wapen mee. Mensen trollt van, haha, ik heb je gekild met dit ding. Oké, die werd al gekild. Wat ik nu een beetje... Oh, ik probeerde hem te killen met de Zeus, maar het lukte niet. In ieder geval, dat is dus de Zeus. Kijk, zoals jullie zagen, die range was al te groot. Oh, ik dacht heel veel dat ik achter dat ding stond, maar dat stond ik niet.
En ja, dan voordat je het weet, dan heb je 4 kills en 14 deaths. Gaat erg snel, moet ik zeggen. Even kijken, zijn hier nog mensen? Linksboven heb je trouwens ook mijn map. Daarop kan je. De blauwe players zijn mensen van mijn team. En de rode van het andere team. Alleen je kan geen mensen op je radar zien. Tenzij iemand anders van je team die mensen weer ziet. Is vrij ingewikkeld. Die gaat staat de sniper. Ik koop ook wel eventjes een sniper. Dit is een sniper. En het voordeel met de sniper is dat je een scope erop hebt. Waarmee je kan inzoomen. En dat inzoomen kan best handig zijn. Je hebt niet altijd nodig. Maar je kan wel dus met dit ding echt heel ver schieten ook. Op heel grote range kan je heel nauwkeurig schieten. En hij is heel sterk. Dus als je iemand hier één keer mee raakt, dan is hij eigenlijk altijd wel dood. Dus dat is ook wel handig. Dus zoals je nu ziet, ik kan hier een beetje gewoon kijken of er mensen zijn. En mensen zoals hem kan ik dan makkelijk killen. Alleen, ik moet wel uitkijken dat er niemand in mijn rug komt natuurlijk, want dan heb ik een probleem. Maar zoals je ziet is hier niemand, dus dan kunnen we weer terug hier naartoe gaan. Oké, ja, die gaat voort dat ik niet zien aankomen dan. Kijk, die gast had ook een sniper. Wel veel kippen hier. Ah, mis. Ik zag volgens mij hier iemand. Oh, daar was die ondertussen al. Ja, zoals ik net al vertelde, ik ben er niet echt goed in, maar het komt ook omdat ik het nog niet heel lang speel en het is eigenlijk de eerste first-person shooter die ik speel op Team Fortress na, maar ik weet echt niet echt of je Team Fortress echt mee mag rekenen als een shooter. Ja, het is natuurlijk wel een shooter, maar het is. Ik weet echt niet. Het is heel anders in ieder geval. Oké, daar komt die gast waarschijnlijk zo meteen uit. Oh, en ondertussen komt die wat achter me. Ja, dat kan ook. Ik ga zo meteen nog wel wat andere wapens laten zien. Je hebt namelijk ook nog shotguns en SMG's en dat soort dingen. Oké, de volgende. Oké. Oké, nu neem ik eventjes een ander wapen dan weer. Je hebt hier ook namelijk nog snipers. En ik zal even kijken welke zal ik nemen. Ik neem de Nova. Ja, het voordeel van shotguns is dat ze best sterk zijn en het is redelijk makkelijk om mensen mee te raken. Het nadeel is dat ze niet echt heel grote range hebben. Dus als je ver bij iemand vandaan staat, dan is een shotgun niet echt heel erg effectief. Of effectief, zoals het in het Nederlands heet. Ik ga echt heel slecht. Wacht. Jee. Ik zit eigenlijk even te zoeken, want er zit ergens zo'n poortje. En dan kan je eigenlijk bijna altijd wel kills maken. Ik weet hem alleen even niet te vinden.
Dus dat is niet echt heel handig. Oh, hier zit het. Kijk. Hier zo boven zit namelijk een sniperkamertje. En heel vaak zitten hier snipers die niet op dit gat aan het letten zijn. Maar dat is dit keer niet het geval, helaas. Oké. Oh, om een van de redenen is mijn muis gedekoppeld. Dus ik kan nu niet om me heen kijken. Oké, hij doet het weer. Ik weet niet of jullie dat geluid eigenlijk ook kregen van mijn muis. Kijk, zoals jullie zagen, van dichtbij is de shotgun best goed, maar vanaf die afstand zoals die, of dit, is die, heb je er eigenlijk vrij weinig aan. Oké, nog 9 seconden, 8, 7, 6, 5, 4. Waar vandaan? Oh, helemaal erachter. Oké, oh, we hebben wel gewonnen. De counter-terrorists hebben gewonnen. En dan krijg je wat XP en als je dan genoeg XP hebt, dan ga je rank up. Elke map dus 2. Zou ik 2 stemmen voor Mirage. Oh, er zijn nu weer 3 voor deze. En trouwens, toen ik net ik zat te denken van, heeft altijd een tijdje te denken van waar kan ik het over hebben in deze video. En ik kon niks bedenken en toen net ineens, toen reed ik naar huis. En ik stond bij het stoplicht gewoon te wachten. En het stoplicht springt op groen, ik ga fietsen. En één keer naast me zo'n doffe klap. Dus nou, dat kan maar één ding zijn natuurlijk. 2 auto's die keihard op elkaar knallen. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar er is altijd echt zo'n heel vaag, dof geluid. En ja, toen waren dus 2 auto's tegen elkaar aangeknald. Dit is een automatische shotgun trouwens. Maar ja, ik weet niet of jullie het wel eens gehoord hebben, maar het is echt een heel droog geluid altijd. Oké, dat was gewoon dom. Maar wat ik later over naast denk van. Wacht, die ene auto die reed dus de bocht om, zeg maar, naar de kant waar ik fietste. Oftewel, ik weet gewoon zeker dat die auto de rood is gereden, want ik had gewoon groen. En die andere auto die knalde er ook echt gewoon recht bovenop, maar die had ook gewoon daadwerkelijk groen. Dat is logisch, dat die tegelijk zeg maar groen had met mij, want dat kon gewoon. Dus ben ik even gestopt en toen ben ik even gestopt, zag ik al bij die mensen al uitstappen dat het volgens mij al goed met ze ging, want ze konden al bij hem gewoon normaal staan en zo en uitstappen überhaupt. Dus ja, toen ben ik weer verder gefietst. Het is al de derde keer eigenlijk dat ik onderweg naar school een ongeluk heb zien gebeuren. En er zijn misschien mensen die denken van, oh, waarom zie ik dat nooit gebeuren? Maar ja, ik fiets iedere dag al 5 jaar lang 9 kilometer heen naar school en 9 kilometer terug. Dus 18 kilometer per dag. Ja, dan zit je best veel tijd gewoon op en bij de weg. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat er af en toe eens iets gebeurt. Want die andere keren was er een keer. De andere keer waren het er een keertje wat auto's achterop elkaar geknald en nog een keer wat auto's achterop elkaar geknald. Maar deze auto's waren dus echt gewoon vol frontaal op elkaar geknald. Het viel me wel op dat het allebei de bestuurders waren allebei vrouwen. Ik ga niet zeggen dat vrouwen niet kunnen autorijden, maar ik noem het even op. Het viel me gewoon op. Dat, ja, oké, die ene kon er vrij weinig aan doen. Aangezien ze gewoon de groen reed en zich netjes aan de regels hield. Maar die andere die reed is wel de rood. Fucking kip. Mensen zitten trouwens altijd op me te haten als ik dit wapen gebruik. Maar
Ik ben er op zich wel redelijk goed mee eigenlijk, dus ik zie eigenlijk geen reden waarom ik hem niet zou gebruiken. Mensen zeggen altijd dat dit een noob wapen is en zo. Trouwens, zoals je misschien ziet, eigenlijk bijna iedereen heeft steeds andere wapens. Maar het zijn eigenlijk gewoon dezelfde wapens, maar dan met een andere skin. Dus eigenlijk een ander plaatje voor het wapen. Want je kan skins kopen, dus dan betaal je en dan. Dan ziet je wapen er cool uit. Om het zomaar te beschrijven, zeg maar. En ik heb voor sommige skins. Voor sommige wapens heb ik skins, maar ook voor de meeste, zoals voor deze bijvoorbeeld niet. Want skins kosten geld en. Ja, ik heb zelf ook graag geld dat ik niet uitgeef aan skins, dus. Dus vandaar. Hoewel ik eigenlijk echt helemaal niks heb uitgegeven aan skins. Want al mijn skins die ik heb ik gekregen van skin drops. En heb ik gekregen door andere dingen die ik kreeg te verkopen weer. Dus uiteindelijk heb ik er geen winst of verlies op gemaakt. Je kan er in principe wel winst mee maken. Gewoon door dit spel heel veel te spelen. Alleen dan moet je wel echt aardig wat spelen. Acht kills en 13 deaths. Het is niet heel goed, maar het is in ieder geval beter dan mijn vorige potje, dus. Blijkbaar is het nogal best lastig om een kip te raken voor mij. Oh, die gast knifed me gewoon omdat ik aan het reloaden was. Dat snap ik echt niet. Waarom zou je iemand knifen? Waarom gebruik je niet gewoon je wapen? Je hebt hier toch oneindig ammo. Even kijken hoor, wat voor wapens heb je nog meer? Nou, je hebt ook granaten, maar die zijn in deze mode niet beschikbaar. Je hebt ook nog deze. Het zijn twee kleine handpistooltjes. Ik vind ze echt niet chill gewoon. Er zijn wel mensen die ze gebruiken, maar over het algemeen worden ze niet echt gebruikt omdat ze echt slecht zijn. Nou, dat zag ik met ieder wapen zo. Ieder wapen kan op zich wel goed zijn, maar je moet gewoon goed weten hoe je die wapens gebruikt dan. En ja, ik zou het niet echt weten hoe je deze moet gebruiken. Of je deze juist wel of niet snel moet schieten en dat soort dingen. Bij sommige wapens weet ik op zich wel de beste tactiek die je moet gebruiken, maar. Ja, je kan niet van ieder wapen alles weten. Wat ik ook wel op zich wel een lekker wapen vind is de AUG, als dit ding. En het lijkt een beetje op de AK of de. Ik weet niet eens hoe dat ding heet. De AK van de counterterrorists. Maar hij heeft een scope. Oh, ik dacht dat hij al dood was. Ja, dat was de sniper. Snipers zijn over het algemeen ook best wel chill. Alleen het nadeel is dat als je in een groep komt of zo, of als je mist, dan moet je best lang wachten totdat je weer gereload bent. Of je moet een autosniper nemen. En autosniper, dat is een sniper die best wel snel achter elkaar schieten. De automatische sniper, de autosniper. Alleen nadeel is dat je mensen er niet met één hit mee killt, tenzij je een headshot hebt. En je moet dus eigenlijk heel twee keer raken, wat best vervelend kan zijn.
Oh, die gast overheerst me. Dat betekent dat hij heel veel kills achter elkaar heeft gemaakt op mij. Tenminste, volgens mij is dat wat dat betekent. Maar, ik zal gewoon even de autosniper laten zien. Dat is trouwens ook het wapen dat die gast gebruikte. Dat was dit ding. Zoals je ziet, is gewoon een normale sniper. Alleen dan kan die best wel snel achter elkaar schieten. En ja, zoals jullie zien, ik reload best vaak. Dat doe ik gewoon zelfhandmatig. Omdat ik het fijn vind om gewoon zoveel mogelijk ammo in mijn wapen te hebben. Dat ik gewoon lekker door kan blijven schieten als dat nodig is. Ik snap echt niet hoe sommige mensen zo snel kunnen reageren gewoon. Oké, okay, dit potje duurt nog 11 seconden, dan ga ik de video beëindigen, want die duurt nu ook alweer ruim 20 minuten, dus dan is het wel weer mooi geweest. Oh, we hebben dit potje verloren. Kijk, ik had 16 kills en 25 deaths. Niet echt super goed, maar het kon slechter, zoals het vorige potje. En dan ga ik de verbinding verbreken. En dan bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren, reactie achter te laten met wat jullie de volgende keer willen zien. Welke game mode of welk ander spel misschien. En dan zie ik jullie later. Doei. Dat zou zo beëindig ik niet de video.